Het CPB en PBL hebben onderzocht hoe mobiliteit zich tot 2050 ontwikkelt. De personenmobiliteit per auto en per trein blijft groeien. De oorzaak hiervan is de groei van de bevolking, de toegenomen welvaart, investering in het vervoerssysteem en het zuiniger worden van auto's. Toch neemt ook bij de flinke groei van de mobiliteit in scenario hoog de hierdoor veroorzaakte CO2-uitstoot af. Dit is te danken aan technologische vooruitgang. Het aantal verkeersdoden neemt eveneens af, maar het aantal ernstige wonden blijft hoog. Vooral in scenario hoog. Ook het internationale goederenvervoer neemt toe. De internationale economische ontwikkelingen en voortgaande globalisering leiden onder meer tot een sterke groei van internationale aan- en afvoer. Binnenlands goederenvervoer groeit echter minder snel en krimpt zelfs licht in het scenario laag. Tot 2030 zijn er grote verbeteringen in de auto-infrastructuur. Bij scenario laag blijft daardoor de congestie, dat wil zeggen de files, onder of rond het niveau van de afgelopen jaren. In het scenario hoog loopt de congestie op, vooral na 2030. Toch neemt ook dan nog de bereikbaarheid van banen toe. Vervoer over de weg blijft de grootste categorie, maar spoorvervoer groeit sterk. De binnenvaart verliest juist marktaandeel. Slimmere belading en grotere voertuigen leiden daarnaast tot minder groei van het vrachtverkeer op de weg. Vervoer via de lucht groeit flink, in zowel scenario hoog als scenario laag. De passagiersvraag groeit met gemiddeld ruim 2% per jaar in het scenario laag en met ruim 3% per jaar in het scenario hoog. Maar in het Aldersakkoord zijn er grenzen aan de groei van het aantal vluchten op Schiphol gesteld. Dit betekent in het scenario hoog dat een kwart van de potentiële vraag naar passagiersvervoer en 40% van de potentiële vraag naar goederenvervoer niet kan worden geaccommodeerd.